Is een enorme storm losgebarsten. En wie zwemt daar gewoon? Onze buurman. Dit is mijn nieuwe maatje. Hij staat op mijn Mac op dit moment. En gezellig in mijn kantoor. Een cadeautje van Kikker. En af en toe praten we met elkaar als ik eventjes afleiding nodig heb. Of er even niet uitkom met schrijven. Dan ja, hebben we het is gewoon gezellig hier al. Hij staat trouwens op een bijzonder document. Het is een uitdraai van het boek waar ik mee bezig ben. Een oude uitdraai, want inmiddels zijn er al wel wat dingetjes herschreven. Maar ja, dat mag hij gewoon. Hij mag daar gewoon eventjes op staan. Ik moet binnenkort weer een nieuwe uitdraai maken. En dan weer alle tekst gaan controleren. En eigenlijk zit ik daar een beetje tegen op te hikken. Dus ik stel het nog even uit. Schrijf hier en daar nog wat dingetjes bij. En ja. Zo gaat dat een beetje. Ik had dit boek een tijdje geleden in een boekenkastje gevonden. Een paar weken geleden. Daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Samen met andere boeken. En ik heb hem gisteravond uitgelezen. Moet je kijken trouwens hoe dat verkleurd is door de zon in de loop der jaren. God's Gym door Leon de Winter. Vond ik het nou een goed boek? Nou, er was iets heel geks met dit boek. Namelijk, terwijl ik het aan het lezen was. En ik vertelde mijn vriendin over dit boek. Zij zei, hé, dat boek heb ik al een keer gelezen. Want langzamerhand kon ze zich wel scènes herinneren die ik beschreef. En ik had het ook iedere keer. Als ik dan een paar hoofdstukken gelezen had en ik dacht er later aan terug, een uurtje later, denk ik, nou, het komt me toch bekend voor. Maar ik kon niet voorspellen hoe het verder ging. Dus heb ik het toch maar weer uitgelezen. Ook al heb ik het dus ruim 10, 12 jaar ooit al een keer gelezen. En het is een beetje een misleidende titel, God's Gym. Het gaat helemaal niet over een gym. En God, dat is Godzilla. En niet dat monster wat in Japan de steden sloopt, maar een grote zwarte man die de gym inderdaad heeft. Op een dag geeft hij een van zijn cliënten een lift op de motor en verongelukken ze. Hij heeft geen schrammetje, maar dat meisje van 17 verongelukt. En dat is de dochter van de hoofdpersoon van dit boek. En ja, daar begint het eigenlijk allemaal mee. Het is best een droevig verhaal ook. Tussen God en de man, Joop heet die, ontstaat een vriendschap. Joop is trouwens een Nederlandse scenario schrijver in Hollywood. Was wel grappig. En ja, voor de rest vond ik het nou leuk om te lezen. Ik had toch een beetje het gevoel alsof ik voor de lijst aan het lezen was. Voor de lijst Nederlands wel te verstaan op de middelbare school. Dat heb ik wel vaker als ik literatuur lees. En het is een beetje zo'n boek van, je wil wel weten hoe het afloopt. Dat geef ik toe. Maar nu ik het uit heb, denk ik, ja, nou, ik ga toch maar gewoon weer liever een comic uit de kast pakken, eigenlijk. Niks ten nadele van Leon de Winter. Maar Nederlandse literatuur en ik, ja, we schuren toch een beetje met elkaar. Ik hou ook meer van pulp. En dat geef ik gewoon ook toe. Geef mij maar lekkere pulpverhalen. Dus, was het nou leuk? Nou, het was leuk genoeg om te lezen. Hij gaat weer terug in een boekenkast ook. Want we hebben helemaal geen ruimte voor nieuwe boeken. En ik stop een tijdje met boeken halen uit de boekenkast. Want ik heb echt nog een stapel die ik wil lezen. Heel veel comics ook. En ook nog wel een paar reguliere boeken. Dus, ja, het is wel eventjes klaar voorlopig. Maar het gaat dus uit. Ik vond het wel een goede titel. Het pakt je aandacht, God's Gym. En een mooie cover die verwijst naar Edward Hopper natuurlijk. Dat zie je er duidelijk aan af, ook al is het niet een Hopper schilderij. Maar het is ook een beetje een misleidende titel. Ik denk, ja, het gaat eigenlijk over andere dingen. Onder andere over dat die man, die vader, op zoek gaat naar het hart. Want zijn dochter komt dus te overlijden. En dat hart wordt getransplanteerd. En dan wil hij eigenlijk weten wie dat hart heeft gekregen, maar het gaat ook over dat hij in contact komt met een oud familielid, een verre nicht met wie hij vroeger seks heeft gehad. Nou goed, het gaat over een hoop. Het gaat over een hoop. En het is waarschijnlijk thematisch allemaal met elkaar vervlochten. Moet je kijken, een beetje vies boek is het ook. Daarom gaat hij ook sowieso terug, maar nogmaals, we hebben er geen ruimte voor. Maar goed, ik dacht, ik neem dit gewoon even op voor mezelf, voor later. Dat mocht ik nou weer over 10 jaar dit boek terugvinden ergens in een boekenkastje. Dat ik dan een vlog kan terugvinden van, nee, je hebt dit boek al gelezen, laat
laat liggen. Dan gaan we hem eens zetten dan.